Albert Heringa heeft het recht zoals hij dat meende te zien in eigen hand genomen. Door zijn handelen heeft hij geholpen bij een zelfdoding op een manier die niet voldoet aan de door de wet gestelde eisen. En ook al bedoelde hij dat nog zo goed, justitie eist een voorwaardelijke celstraf tegen Albert Heringa. Ze verloren in één klap hun ouders en al hun bezittingen. Die Dammers steken de getroffen jongens de helpende hand toe. En als niemand anders een buurtsuper in je wijk wil runnen, dan moet je het zelf doen. Het is gewoon heel fijn en makkelijk dat je nu zelf je dagelijkse boodschap halen kunt. Dag dames en heren, goedenavond. Dit is het nieuws van dinsdag 24 september. Al zijn je bedoelingen nog zo goed, het mag niet in Nederland helpen bij zelfdoding. Bennekommer Albert Heringa deed het wel, omdat hij geen nee kon zeggen op de dringende doodswens van zijn moeder. Vandaag hoorde hij een voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Ik moet zeggen dat ik hier met een heel vreemd gevoel sta. De wet zegt dat ik iets strafbaars heb gedaan door mijn moeder te helpen en haar dringende wens te vervullen. En ik kan niet ontkennen dat ik dat ook gedaan heb en dat ik geholpen heb. Maar ik heb voor de verste vechten niet het gevoel dat ik een misdaad heb begaan. Ja, 3 maanden voorwaardelijke celstraf eist justitie nu tegen Heringa. In 2008 hielp hij zijn moeder, Moek Heringa, bij het slikken van 161 pillen. Hij gaf haar die zelf, omdat de dokter niet wilde helpen. Maar justitie vindt dat Heringa vaker bij een arts had moeten aankloppen voor hulp. Albert Heringa heeft het recht, zoals hij dat meende te zien, in eigen hand genomen. De hulp bij zelfdoding heeft niet plaatsgevonden door een arts. Het handelen is ook op andere gronden niet te rechtvaardigen. Albert Heringa is zijn eigen weg gegaan in de wetenschap dat hij daarbij de wet overtrad. Heringa zegt dat hij geen andere oplossing zag. Dat zijn moeder de regie had en zij geen vertrouwen had in de dokters. Toen ze zelf haar pillen begon te sparen, besloot Heringa haar te helpen. Met medicijnen waar ze wel van zou sterven. En moet dat andere nu direct erna? Het moest snel, want ze was in paniek. En ik was het dus ook. Er was ook die angst van, ja, als ik er niet help, dan gaat het fout. Dat was een belangrijk punt. Aan de ene kant speelt vandaag de individuele strafzaak tegen Albert Heringa. Aan de andere kant willen Heringa en zijn advocaat graag een uitspraak van het Openbaar Ministerie en de rechtbank over hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven. Want ze hopen dat door deze zaak de wet wordt veranderd. Het morele appel is op zich begrijpelijk, hè? Alleen het morele appel is wel op de verkeerde plaats. Hè? De wetgever zal degene zijn die de wet zal moeten aanpassen. Markant is dat 10 jaar geleden kregen we de euthanasiewet en die is in wezen door rechters opgesteld. Als je kijkt naar de criteria en later heeft de wetgever gezegd, hartelijk dank voor uw werk en wij kopiëren dat. In ieder geval nemen de rechters ruim de tijd voor deze zaak. De uitspraak is over 4 weken. Buren en vrienden hebben afgelopen zondag nog een paar kostbaarheden uit het puin gehaald op de plek in Didam, waar vorige week een huis explodeerde. Verder hebben de 2 achtergebleven zoons, die door dat ongeluk hun ouders verloren, helemaal niets meer. Didam schiet nu massaal te hulp. 2 inwoners gaan alle acties nu coördineren. Het hele dorp heeft de behoefte om iets te doen voor de jongens. Want zo zit Didam in elkaar. Naberschap, je helpt elkaar. Dit zijn de restanten van het huis waar zich afgelopen donderdag een vreselijk drama voltrekt. Bij een explosie komen een man en een vrouw om het leven. Hun beide zoons van 17 en 19 jaar zijn op dat moment op de voetbaltraining. Het enige wat ze nadien bezitten is hun sporttas met hun voetbalkleren. Ja, geen ouders meer, geen huis, geen thuis meer, geen spullen meer. Dat is wel een enorme impact. Je verliest je ouders, je verliest inkomen, je bent jong, je bent nog niet volwassen. En op 1 keer word je volwassen en dan kom je denk ik toch middelen tekort. En daarom zijn er de afgelopen dagen in Didam en de omgeving diverse initiatieven ontplooid om de 2 zoons te helpen. Om wildgroei van al die initiatieven te voorkomen, hebben we gezegd, we moeten het op een of andere manier moeten we dat stroomlijnen. We proberen al de partijen bij elkaar te krijgen om op een verantwoorde manier actie, actie is een groot woord, maar de bereidheid van de mensen om de jongens te steunen, te stroomlijnen. Het gaat niet alleen om geld.
Met de acties willen de bewoners van die dam ook een signaal afgeven aan de twee achtergebleven jongens. We staan achter jullie. En dat ze over een aantal jaren denken van die dam is toch een warm bad. En mensen die iets overkomt worden toch geholpen. Wat doe je als je in je eigen dorp niet meer je dagelijkse boodschappen kunt doen? In Herwen hebben ze een bijzondere oplossing. Daar gaan ze namelijk zelf een buurtsuper runnen. Inwoners gaan vrijwillig aan de slag, waardoor het dorp voor het eerst in 7 jaar weer een supermarkt heeft. Bakkerij, zas, witte, jarenlang moesten de inwoners van Herwen uitwijken naar omliggende plaatsen voor hun dagelijkse boodschappen. Maar nu kunnen ze eindelijk terecht in hun eigen buurtsuper. Het is gewoon heel fijn en makkelijk dat je nu zelf je dagelijkse boodschappen halen kunt. Ik heb bolletjes gekocht, vlees, koekjes en wat snoepjes. De winkel wordt volledig gerund door tientallen vrijwilligers uit het dorp. Verkopen, in de winkel staan, inpakken, achter de kassa, alles. En de supermarkt heeft ook nog een andere functie. Sociale contacten. Dorpsroddel. Nou, ook dat. Honderden dorpelingen steunden de super financieel. En ze kregen ook nog eens 100.000 euro van de woningstichting, het Oranje Fonds, provincie en gemeente. Voordat alles rond was, moesten wel veel ambtelijke hobbels worden genomen. Zo eiste de provincie parkeerplaatsen, een jeu de boelbaan en bankjes. Nou, daar word ik echt ziek van hoor. Daar heb ik slapeloze nachten van gehad. We hebben een woud aan regelgeving in Nederland, daar word je helemaal niet goed van. Ook als wethouder vind ik dan van, hoe hebben we het bij elkaar kunnen verzinnen allemaal? Over de ruimtelijke ordeningen, over brandveiligheid, over verkeersveiligheid, over parkeerproblemen, over geluid. Ondanks de mogelijke herrie is het toch gelukt met de supermarkt. Die zit nu nog in noodcontainers, maar over 5 jaar moet de winkel in een vast pand zitten. Een kat met 9 levens. Museumpark Orientalis blijft ook volgend jaar open. Ondanks tegenvallende bezoekersaantallen in het museum in Heilig Landstichting, dat nog niet zo lang geleden op sterven na dood was. Priester Arnold Suys. In 1911 stichtte hij het pelgrimsoord Heilig Landstichting, de voorloper van het Bijbels Openluchtmuseum dat nu Orientalis heet. De priester kan opgelucht op zijn geesteskind neerkijken. Na een sluiting van 2 jaar, een verschrikkelijk diep dal en een bijna faillissement is het museum ook in 2014 open. Het museum gaat door, ja. Waarbij ik wel moet aantekenen, het blijft nog steeds een spannende zaak. Spannend, al was het alleen maar omdat het gedroomde aantal bezoekers achterblijft bij de verwachtingen. Ik had op 58.000 ingezet en dat gaan we niet halen. Al met al zal de teller eind dit jaar waarschijnlijk op 45.000 tot 50.000 bezoekers blijven steken. Een tekort betekent natuurlijk ook een tekort aan inkomsten. Maar geldschieters die anoniem willen blijven, vullen het tekort voor dit jaar aan, zodat het museum volgend jaar door kan. Toch zullen er hoe dan ook meer bezoekers per dag bij moeten. Nou, we zouden er eigenlijk 300 moeten hebben. Daar zijn we nu nog lang niet hoor. Dus we komen nu denk ik op de helft. Grote publiekstrekkers als een Romeinenfestival komend weekeinde moeten ervoor zorgen dat de kassa van het museum toch flink rinkelt. Dat hoop ik. Ja, we hebben het hard nodig. Red de ambachtelijke bakker. Dat is de boodschap van een paar honderd bakkers vandaag in Radio Kootwijk. Straks meer. In Arnhem vinden mensen met een bijstandsuitkering het moeilijkst een baan. Dat blijkt uit een vergelijking van het CBS tussen gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Zoetermeer scoorde het best en Apeldoorn staat op de 3e plaats. En bij gemeenten met minder inwoners doet Barneveld het best bij het doorstromen van bijstand naar werk. Er komt voorlopig nog geen tweede sluis bij Eefde. Het college van Lochem, waar Eefde onder valt, gaat pas verder met de hele procedure als de gevolgen voor het milieu goed in kaart zijn gebracht. Er wordt met de Rijkswaterstaat gepraat over de ontstane situatie. In 2012 was het Twentekanaal wekenlang gestremd toen een sluisdeur naar beneden viel. Een Apeldoornse stichting wil de bunker van Sijs Inquart van de ondergang redden, zodat basisschoolkinderen er een rondleiding kunnen krijgen. Sijs Inquart was in de Tweede Wereldoorlog Rijkscommissaris van het bezette Nederland. De bunker aan de Lolaan maakte onderdeel uit van het hoofdkwartier van de nazi-topman. De kosten van de restauratie worden geschat op 150.000 euro. We zijn de leukste straat van Nederland, want we zijn goed in het organiseren van feesten en we zijn ook een hele sociale straat. En die straat ligt in Apeldoorn. En dus kan bij de bewoners van het firmament de vlag uit. Ze vieren hun overwinning vanavond met koffie en gebak. De hoofdprijs is een straatfeest en dat feest is zaterdag. Binnen enkele uren hebben 1700 mensen zondag een aandeel gekocht in een bestaande windmolen bij Culemborg. Hier tijdens de bouw op archief te zien.
Deelnemers konden voor €200 een winddeel kopen. Volgens de berekeningen van initiatiefnemer De Windcentrale maken de investeerders tot €10 winst per jaar per aandeel. En zondag gaat er weer een Culemborgse windmolen in de verkoop. Altijd al willen weten wie die mensen zijn op die familiefoto's uit vervlogen tijden. Nou, vanaf vandaag kan iedereen met foto's uit voormalig Nederlands-Indië terecht in Museum Bronbeek in Arnhem. Experts bekijken ze en geven aan de hand van kleding, locatie of voertuigen meer informatie over de familieleden op de afbeelding. Hier staat hij op. Maar waar is dat geweest? Ik wil proberen of ik wat meer informatie kan krijgen over de foto's die in de papieren van mijn vader zitten. En mijn vader vertelde niet zoveel over die tijd, behalve dat hij ons als kind sprookjes en verhaaltjes van de Kanjil en de tijger vertelde en zo. Maar over wat hij zelf deed, daar heeft hij nooit iets over verteld. Heeft hij, oh, dit, kijk eens. Dit heb ik uitgezocht. Wanneer hij... Met data. En deze foto vind ik ook leuk. Hij heeft hier een medaille op. En ik zou willen weten wat voor medaille dat is. Deze mevrouw heeft een stamboekregister. Dat is een soort cv van de militairen die werd bijgehouden. Daarin staat vermeld dat hij een bronzen medaille heeft gekregen. Maar op deze foto die ze liet zien, is het gewoon heel erg moeilijk om te zien of het een bronzen medaille was. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd meer over mijn vader en zijn achtergrond te weten te komen. Ik kan het helaas niet meer aan hem vragen. Het leukste vind ik vooral als mensen tevreden naar huis gaan en dat je ze echt iets hebt kunnen geven. Ja, dat is voor ons ook winst om die foto's alleen al te mogen zien. En verder hopen we de mensen dus bewust te maken van dat ze, wat ze hebben, dat dat waarde heeft. Bakken is hot. Cursussen cupcakes bakken puilen uit. En er is geen populairder tv-programma dan Heel Holland Bakt. Opmerkelijk genoeg staat de ambachtelijke bakker onder druk. Vroeger had elk dorp minstens één bakker en nu vaak niet één. Veel mensen kopen hun brood in de supermarkt. In Radio Kootwijk waren vandaag 450 bakkers bijeen om het tij te keren. Uit het hele land zijn de ambachtelijke bakkers vandaag naar Radio Kootwijk gekomen om zich te laten inspireren tijdens de bakspiratie, zoals deze dag toepasselijk heet. Het gaat niet goed in de bakkerswereld. Op de bakspiratie werd zelfs geopperd om het ambachtelijke bakkersvak te redden door het op de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties te plaatsen. Ik schrok er ook van toen ik dat hoorde. Ik denk, nou, er is nogal wat. We hebben wijnboeren in Frankrijk die staan op die lijst. En die ambachtelijke bakker, ja, vind ik, hoort daar ook op te staan. Want het is een vak om trots op te zijn. De bakkersvakopleiding in Wageningen, de oudste bakkersschool van Nederland, meldde vandaag 30% meer studenten te hebben dan andere jaren. Vermoedelijk onder invloed van het populaire tv-programma Heel Holland Bakt. Waarom dan toch die problemen? Ja, natuurlijk, het gemak van de supermarkt die geeft wel eens aan dat je producten meeneemt die je wel eens gewoon bij het ambacht zou moeten kopen. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. De bakkers gaan vandaag voor één dag weer de schoolbank in. Ze leren ook hoe ondernemers uit andere branches hun winkels succesvol laten draaien. Een van de veelgehoorde toverwoorden om klanten te trekken is het leveren van kwaliteit. Maar ook het aanbieden van nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld dit. Macarons met Earl Grey thee. Ja, echt lekker. Wat een nieuwigheden zeg. Ja, nee, maar goed. Zonder nieuwigheid dan komen we ook niet een stap verder. Hè? Dan liepen we nu nog in de berenvel om. Naast de Earl Grey thee macaron werd ook de Trek Drop croissant geïntroduceerd. Of het meer klanten trekt, zal de toekomst moeten uitwijzen. En dan nog het weer. In Wageningen staat Jordi Bloem. De lage bewolking en de mist zijn we denk ik aan het einde van de week kwijt. Dan steekt er een oostelijke bries op en dan wordt er drogere lucht aangevoerd. En ondertussen blijft het overdag aan de warme kant voor de tijd van het jaar. Regenstoringen blijven op afstand. Kun je ook duidelijk zien op de bewegende satellietbeelden. Zo ligt er een duidelijk lage drukgebied hier boven Oekraïne. En Rusland is die ook wel actief. In onze omgeving veel bewolking. Vanuit het noordoosten probeert een storing Gelderland te bereiken morgen met een beetje motregen. Maar ik denk dat het nou net aan droog blijft in onze provincie. Maar ja, die laaghangende bewolking die blijft behoorlijk hardnekkig. Vandaag het mooiste weer in het zuiden van Limburg en ook in delen van Zeeland. Maar in Gelderland bleef het veelal bewolkt. Ik heb de zon heel af en toe even gezien hier in Wageningen. Maar ja, brede opklaringen blijven ook vanavond en vannacht uit. Mocht het wel wat langer opklaren, ja, dan ontstaat er in de vochtige lucht meteen een mist met weinig wind. En minimumtemperaturen van 11 graden. Nou, morgen
Over het algemeen geen mist, wel nevelig. Veel laaghangende bewolking, dat wel. Morgenmiddag ook. Misschien heel af en toe even lichter. Een knipoog van de zon, maar niet meer dan dat. Maar het blijft in ieder geval, denk ik, overal droog in Gelderland. En nog steeds is het erg rustig in de atmosfeer. Weinig wind. En daarmee wordt het morgenmiddag rond 18 graden. Misschien op een enkele plek net aan 19 graden. Het blijft vrij warm voor de tijd van het jaar. In de loop van deze week dus een aantrekkende oostelijke wind. Dat moet resulteren in veel meer zonneschijn, ook dit weekend. En middagtemperaturen steeds van zo'n 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws van dinsdag 24 september. Met daarin onder meer een strafeis van 3 maanden voorwaardelijke cel tegen Albert Heringa, omdat hij zijn oude moeder heeft geholpen uit het leven te stappen. En de twee jongens uit die dam die bij een explosie hun ouders verloren, staan er niet alleen voor. Ze krijgen volop hulp uit het dorp. Ik wens u nog een fijne avond.